I'm sitting down here, but hey, you can't see me. Goedemorgen. Voor de mensen die mij al vaker gezien hebben in mijn vlogs en mijn reguliere vlogs kijken, die weten dat ik dol ben op het plekje wat ik hier heb in mijn raamkozijn. Vandaag is het helemaal feest, want het is oldtimerdag. Nou, ik ben nu echt een typische vrouw, want ik ben in het geel-zwart gekleed. En ik zie een geel met zwarte auto, maar er zit vast een verhaal achter. Dus ik sta hier bij de eigenaar. Wat is je naam? Mijn naam is Toon. En wat is dit voor auto? Dat is een Opel Manta type A uit 1973. Oké. Okay. Wat je zegt, de kleurstelling zwart en geel natuurlijk, maar dat komt omdat dit een SR-uitvoering is. Oké. Okay. Oftewel een sportuitvoering. Oké. Okay. Vandaar dat er ook een zwarte sportstrijping op zit, zwarte motorkap. Ja. Rijden ze vooral op een zwarte motorkap om natuurlijk de glinstering van de zon tegen te gaan. Oké. Cool. Dus daar komt dat deze ook heel mooi en geel is. Het is ook de meest verkochte kleur van dit type auto in dit jaar. Oh, waar? Oh, wat grappig. Ja, zie je, dus ik denk alleen maar gele auto, maar er zit dus wel weer een leuk verhaal achter. Deze meneer wil heel graag iets vertellen. Hij houdt zijn spreekbeurt over. Over Thomas. Een 3L. En wat wilt u vertellen over deze Thomas? Nou, ik wil eigenlijk niet zoveel over kwijt. Je moet gewoon even het beeld erop zetten. Dan zie je hoe mooi of die gerestaureerd is. Wat een gezelligheid in de Hoofdstraat. Naast dat het vandaag Oldtimerdag was, was het ook Open Monumentendag. En daar wilde ik ook graag iets van meepikken. En dan sta ik hier bij een vlag. En die wil ik erop krijgen, maar het lukt niet. Maar er staat op Snap je stad. Want het is wel leuk, vandaag is dus Open Monumentendag. En je kan dus een tochtje maken over de Rijn. Welkom bij onze rondleiding op deze Open Monumentendag. Wij zijn Niels en Mike. Wij zijn van het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw, Cas Alf. En vandaag gaan we iets vertellen over wat we hier langs de Rijn allemaal gaan zien. Ook al ben ik geboren en getogen Alphenaar, zo vaak bekijk ik Alphen niet vanaf het water. De laatste keer was als klein meisje op de Avivaunaboot. Superleuk om dit weer eens te doen en al die verhalen te horen over de architectuur bijvoorbeeld. Lekker hoor dit. Oproep, mensen die een bootje hebben, nodig me uit. Ik wil dit vaker. Wel zwaar hoor, vloggen. Even tot rust komen. Naast dat het vandaag Oldtimerdag is, is het dus ook Open Monumentendag. En het is best wel lastig, want het is maar een paar uurtjes. En ik moet alles in één dag proppen, maar ik heb een paar dingen uitgekozen die ik heel graag wil zien. Eén daarvan is de Oudhoornse kerk. De meeste kerken in Alphen ben ik ooit wel eens binnen geweest. Alleen deze ben ik zo vaak langs gefietst,
Maar ik ben er dus nog nooit binnen geweest, dus ik ga even kijken hoe het er hier binnen uitziet. Zo bijzonder dat ik eigenlijk mijn hele leven al in Alphen woon. Zo vaak langs deze kerk gereden ben, maar nog nooit binnen ben geweest. Het is hier echt prachtig. Ik had dus niet verwacht dat ik ook naar boven mocht. Maar, wat hebben we hierboven? Heel echt orgel. Dit is echt heel gaaf om te zien. Kijk. En wat weet u van orgels? Ik speel erop. Ja? Ik ben een van de twee vaste organisten. Oh, kijk. En ik zorg ook dat het orgel een beetje in conditie blijft. Okay. Dat doe ik samen met een orgelbouwer. Ja? En toevallig zijn we net aan onderhoud bezig. Okay. Een van de windladen, want we werken met wind, ja, is lek. Waardoor het niet meer zo lekker klonk. Okay. Dus er storten 300 van de 900 pijpen zijn er nu uitgehaald. Hier staan een aantal, zoals je misschien ziet. Ja. Die gaan eind volgende week weer terug, als het goed is. Okay. Is de boel gerepareerd. Registers, okay. Ga ik open doen, ja. Dan schakel ik in feite een stel pijpen standby. Ja. En als ik dan een druk op de toets doe, dan krijg ik geluid. Oh. Wauw. Dit is een heel ander geluid. In huis. Heel gaaf. Dit vond ik echt gaaf om een keertje te zien. En terwijl ik terugliep door de hoofdstraat, bedacht ik me dat ik aan het begin van de dag vooral naar de auto's heb gekeken. Nu ben ik even rustig gaan kijken bij de brandweerauto's, want die vind ik stiekem toch wel het vetst om te zien. Elk hoekje en elk gaatje heb ik op mijn gemak even bewonderd. Er valt ook zo enorm veel te zien in die auto's. Ja, dit vind ik het interessantst om te kijken. Ja, en dan ben je zo aan het kijken naar al die auto's en brandweerauto's en dan vergeet je gewoon dat de prijsuitreiking gewoon zo meteen is. Maar ja, als je dan haast hebt, dan kun je net zo goed vragen of je met iemand mee mag rijden. Dus ik zit hier in de auto bij... Vincent, hoi. Hi. En Jill. Nou, ik moet wel eerlijk bekennen dat ik heb in alle haast gewoon even een auto gezocht, maar ik heb wel een hele mooie getroffen. Zeker, Chevrolet Bel Air uit 1960. Ziet er cool uit allemaal. Het is een bijzonder ritje. En dan ben ik nu benieuwd wie de winnaar wordt van vandaag. In verschillende categorieën werden er prijzen uitgereikt. Wil je nou weten wie welke prijs heeft gewonnen? Kijk dan op www.oldtimerdagalphen.nl waar je de foto's van Martin Boltje vindt. Vond je het leuk om naar deze video te kijken? Volg mij dan op Instagram, zodat je vanaf nu kunt zien wat ik verder allemaal uitspook.